Hallo iedereen en welkom bij deel 1 van ongeveer 10 Lego filmpjes. Het is ongeveer 8 jaar geleden dat ik begonnen ben met het verzamelen van Lego. De verzameling begon op een bepaald moment wel de zolder over te nemen en daarom werd het tijd om wat te downsizen. Het resultaat van het downsizen staat naast me in de vitrines. De verzameling omvat Lego van laat jaren 80 tot 2020. Deel 1 gaat over een klassiek thema, namelijk Pirates. Pirates was het vierde thema dat uitkwam en het was het eerste waarin we niet standaard gele gezichtjes zien. Baarden, snorren, ooglapjes en vrouwelijke trekjes maakten hun intrede. De Pirate sets kwamen uit in 1989 en over de jaren heen zijn er in verschillende generaties Pirates geweest. We beginnen met 6265 Saber Island. Een set uit 1989 met een score van 4,2 op 5 volgens Brickset. Het is de kleinste set uit de collectie en enkel om nog een leeg plaatje in de vitrine op te vullen. Hij past echter wel prima bij de volgende set uit de collectie. 6276 Eldorado Fortress. Een mid-size set, maar in mijn ogen het prachtigste fort uit de hele Pirates line-up. Vooral het gebruik van de baseplate en de goed passende kleuren en bedrukte bakstenen zijn super gewoon. 8 minifigs en 506 stukken. Een 4,6 op 5 volgens Brickset en volledig mee eens. En dan komen we bij het icoon van het thema Pirates. 6285, de Black Seas Barracuda uit 1989. De set kwam met 909 stukjes en met 8 minifigs. Een prachtige kleurenlayout, details, hoge speelbaarheidsfactor en gewoon de benchmark voor Lego hoe een piratenschip er moest uitzien. In 2004 uitgebracht als de 10040 Black Seas Barracuda en in 2020 een set die erop gebaseerd was, namelijk 21322 Pirates of Barracuda Bay. Een 4,7 volgens Brickset, de op 1 na hoogste score. De hoogste score was voor 6286 uit 1993. Het heeft zeker zijn charmes en die vier poorten voor de kanonnen langs elke kant zijn subliem, samen met de zeilen, prachtig. Jammer genoeg door het problemen van de speelbaarheid te verhogen, heeft deze toch wel wat minpunten voor mij. Marketing dicteerde ook dat het gezicht van Pirates de 6285 was. Basta. En dan komen we bij een 4,6 op 5 volgens Brickset, het in 2010 uitgebrachte 10210 Imperial Flagship. Eindelijk hadden die arme soldaten van de gouverneur een groot schip. Ik heb er maar één woord voor, subliem. Het is tot op heden het grootste schip van het thema en het grootste zeeschip dat Lego ooit gemaakt heeft tot de Titanic recentelijk is uitgekomen. 2015 markeerde het jaar van 70413, de Brick Bounty, die een evolutie is van 6234, de Brick Beards Bounty, die op zijn beurt gebaseerd was op 6285, de Black Seas Barracuda. Uiteindelijk werd Pirates in 2010 stopgezet om zo ruimte te maken voor een gelicentieerd thema, namelijk de Pirates of the Caribbean, waar ook het volgende filmpje zal over gaan. Bedankt voor het kijken, vergeet niet te abonneren en een like te doneren en ik zie jullie bij het volgende filmpje.